Het leukste natuurlijk om te doen als je 's morgens wakker wordt, is de televisie aanzetten en dan wel op Omroep Flevoland natuurlijk. Doe jij dat ook altijd? Ik doe het altijd als ik opsta en vervolgens zijn we natuurlijk onderweg en dan ben ik hier, dus dan hoeft dat niet meer. Maar Wim en Ava Klein uit Lelystad, die doen dat al jaren elke dag en dan wil het geval dat zij vandaag ook nog eens een keer een bijzondere dag te vieren hebben. Dus vonden wij het een reden om onze verslaggever Rob Brouwer op pad te sturen naar Wim en Ava Klein in Lelystad. Inderdaad. Wim en Ava Klein, de Hunsingo in Lelystad, een zonnig hofje. En ik sta hier naast degene die eigenlijk de schuldig is van deze actie. Dat is Bastiaan Klein. Bastiaan, goedemorgen. Goedemorgen. Waar staan we hier precies? We staan op de Hunsingo in Lelystad. Dat is in de landerijen. En het is vandaag een speciale dag. Mijn ouders zijn 55 jaar getrouwd. En ik vond het wel een bijzonder iets. Ze zijn grote fans van Omroep Flevoland. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat staat Omroep Flevoland aan. Dus ik dacht, dat mag op zo'n bijzondere dag, mag dat eigenlijk niet ontbreken. Ja, 55 jaar, dat is wel respectabel natuurlijk, aantal jaar. We gaan lopen, we zijn hier aan de Hunsingo in Lelystad, een klein hofje. Bastiaan, jij schreef ons dus een mailtje. Kijk je zelf ook wel eens naar Flevoland en luister je? Meer luisteren in verband met flitsers. Ja. Maar mijn ouders hebben altijd de tv aanstaan. Oké. Welk nummer moeten we zijn precies? Nummer 12. Och, kijk eens, de vlag hangt al uit en er staat ook nog een of ander bord in de tuin. Heb jij die daar neergezet? Wat zien we op het bord? Ja, maar dan moet ik natuurlijk niet zeggen dat ik dat gedaan heb. Want dat, hebben ze het zelf al gezien dan? Mijn pa is vanmorgen al er vroeg uit geweest. Dus, Hoera, al 55 jaar een paar, nog heel veel geluk samen. Dat staat er op het bord. Ja. Zullen wij gewoon eens gaan aanbellen? Of hebben ze ons al, denk je, al gezien? Ze hebben Omroep Flevoland aanstaan, dus we zullen horen of ze het we gaan nu hebben. Het paadje op. Nummer 12, de Hunsingo, en ik ga nu aanbellen. Vinden ze dit wel leuk, denk je, Bastiaan? Nou, ze moeten er wel om lachen, denk ik. Maar ze hadden het hier absoluut niet verwacht. Ja. Nou, er gaat iemand, komt iemand nu aan de deur. Dag meneer, komt u even naar buiten? En mevrouw ook? Meneer en mevrouw Klein? Oh, we gaan gewoon naar binnen. Kan ons wat schelen. Ja. We gaan even naar binnen. Kijk, aan de Hunsingo. Oh, kijk, ik zie mezelf nu ook op tv. Doe de tv maar even uit. Want anders gaat het allemaal rondzingen. Zo. Komt u even lekker. Dat is weer een rotstreek. Komt u even lekker dicht bij elkaar. 55 jaar getrouwd. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is deze dag? Nou, deze dag is natuurlijk prima. Toch wel een beetje bijzonder. Ja, vertel. Ja, ondanks dat je met de coronatijd niet alles kunt doen met de kinderen vandaag. Dus dat komt allemaal deze kant op. En we hebben ruimte zat in de tuin, dus dat kan mooi. De tuin, zie ik, is ook al versierd. Er staan allemaal tafeltjes en er zijn ballonnen en slingers. Nou, ik denk dat ze... Bastiaan, kom er even bij je ouders. Ja. Ja. Wil je wat tegen ze zeggen? Ja, nou ja, jullie kijken altijd Omroep Flevoland. Die heb je altijd aanstaan. Ik denk, op deze dag. Ik had al gezegd van, waarschijnlijk komt de burgemeester nog wel even. Maar dat zeiden ze, die komt niet. Nee, met 50 jaar kwam er wel iemand van de gemeente. Maar toen waren we niet thuis. Toen zaten we in de Efteling met z'n allen. Dat lukt nou niet helemaal met de mobiliteit en met de corona. Dus ik denk, we wilden toch een speciale dag van maken. Familie kan er eigenlijk niet echt bij zijn natuurlijk ook. Dus we zeiden, doen we het op deze manier. Maken we er toch een speciale dag van. En hoe heeft u elkaar eigenlijk ontmoet ooit? Gewoon op een dansclub. Ja. We zaten op een dansschool. En dat trok elkaar. Maar was het van wederzijds? Of moest één iemand toch meer zijn best doen? Of, Nee, dat ging wel wederzijds. Ja. Maar hij vroeg niet mijn eerst, hij vroeg eerst mijn zuster eerst. Oh? Maar mijn zuster zegt, ik hoef zo'n oude vent niet. verschilt u erg in de leeftijd? Nee, helemaal niet. Oh. Want nou heb ze nog een oudere man. En wat is nou het geheim van uw huwelijk?
Wat zegt u? Sorry. Wat is het geheim van uw huwelijk? Waarom bent u na 55 jaar nog steeds bij elkaar? Ja, wat moet ik daarop zeggen? Want we gewoon elkaar in eigen waarde laten. Ja. Ja, gewoon... ja, hoe moet je dat... En af en toe een beetje mop proppen, dat helpt ook wel. Nou, dat gaat wel. Ja. U bent nog steeds gelukkig? Ja. Ja, 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 dat zeker. Dat kan ik wel zeggen, ja. 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 Ja, vooral zeker. Als er dingetjes zijn die niet zo leuk zijn, dan... Ja, dan staat het toch met z'n allen achter ons, dus. Ja. En dat moet je hebben. Nou, ik zie het al. Het wordt een feestelijke dag. Ik loop eventjes. Ik ook zie zelfs een. U bent nog sportief, zie ik, want u heeft hier een. Ja. Een soort fiets staan. Ja, ja, dat moet ik ook nog elke dag. Ja. Maar ja, dat doe ik niet elke dag. Zodat de 66 jaar of de 60 jaar ook nog wel gehaald wordt natuurlijk. Ja, 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 daar gaan we nu voor. Nou, ja. We hebben een heerlijke taart. Bastiaan, pak even de taart nog eventjes. Ja. Pak die eventjes. Dan laten we die ook nog even zien in beeld met het Omroep Flevoland logo erop. Dan gaan we hier gewoon lekker aan de taart. En ik wens jullie allebei, of allemaal, nog een hele prettige dag. En op de volgende jaren. Ja. We zien elkaar met 60 jaar weer. Ja, dat je dat nog mee mag maken. Maar ik weet nog wel dat je een keertje bij ons thuis kwam. Oh, oké. Okay. En toen was voor Bastiaan, want dan moest je wat hebben van hem. Op school zat jullie nog toen. Dat is heel lang geleden. Ja, maar dat weet Rob zelfs niet meer. Dat kan je daar aan. Ja. Nou, gefeliciteerd. Een prettige dag. Ja, dankjewel. Dankjewel, Rob Brouwer. En wat is het toch fijn als de mensen gewoon nog verliefd zijn. Leuk, hè? Ja, hier. 55 jaar getrouwd. Ook namens ons, hè? Ja, Ava Klein. Uit Lelystad.